Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag woensdag 5 juli. En ik zie het nog niet uit, ik moet mezelf nog klaarmaken. Maar ik heb echt het gevoel alsof mijn vrachtwagen op me heen gereden is. Ik heb echt super diep geslapen. Toen werd ik wakker gebeld en dan werd je echt zo abrupt wakker. Het was ook wel tijd om wakker te worden, maar ik moet nog even bijkomen. Ik heb vandaag eigenlijk niet zo heel veel op de planning staan. Ik ga gewoon even stofzuigen. En ik ga vooral veel achter de laptop doorbrengen, want ik moet nog de vlog editen. Een artikel schrijven voor mijn blog. En ik moet nog een nieuwe video opnemen. Dus eigenlijk wordt dat een beetje mijn dag. Verder niet heel bijzonder, maar wel belangrijke punten die ik moet doen. Maar eerst ga ik mezelf nu maar eens eventjes een beetje kleur geven, dus mezelf een beetje klaarmaken. En hopelijk voel ik me straks ietsjes beter. Inmiddels is het 7:50 en ik heb gegeten. Ik moet alleen nog even afwassen zometeen. Ik heb eigenlijk vanmiddag niet heel veel meer gevlogd, want ik ben voornamelijk achter de laptop gekropen. Muziekje aangezet en ben eigenlijk aan de gang gegaan. En ik heb ook nog een tijdje op internet gesurfd. Is dat een woord? Nee, niet echt. Ik heb een tijdje op internet rondgekeken omdat ik nog een nieuwe piercing moest hebben. Dat is gelukt. Die zijn ook verzonden, dus als het goed is zijn die er morgen. En ik heb nog een hoeslaken en een dekbedovertrek besteld. Maar vandaag kwam er dus ook al een hoeslaken binnen. Die wilde ik jullie eigenlijk even laten zien, want het is niet heel bijzonder. Maar ik had dus nog geen hoeslakens en ik moest een speciale maat hebben. En in de winkels waar ik dus ben geweest, hadden ze die niet. Dus ik heb er een op internet besteld en die is dus binnengekomen. En dat is dit hoeslaken. Het is een anthracietkleur. En dit is de maat 1,90 2×2×220. Ja, dit is een hoeslaken geschikt voor een waterbedmatras. Maar deze maat die heb ik dus nodig voor mijn bed. Want ik heb een boxspring en ik wil gewoon dat zowel mijn matrassen als mijn topper alles erop onder het hoeslaken gaat. En even kijken. Ik had deze bij Fine to Sleep besteld. Het is geen reclame overigens, want ik heb deze gewoon gekocht. Maar dat duurde 1 tot 3 werkdagen. En dat was eigenlijk een beetje jammer. Want ik had daar dus in feite in eerste instantie 2 hoeslakens besteld. Oké, een beetje vaag. Mijn televisie wil ineens gaan opnemen, wat totaal niet de bedoeling is. Dus dat zal ik even op annuleren. Maar daar was dus nu sale en daar had ik in eerste instantie dus 2 hoeslakens besteld en een dekbedovertrek. Toen kreeg ik maandag het bericht dat de dekbedovertrek set helaas niet meer leverbaar was. Toen kon ik nog wel een andere uitkiezen, maar ze hadden er eigenlijk gewoon niet iets wat ik leuk vond. Dat vond ik heel erg jammer. Dus die heb ik toen geannuleerd en daar heb ik dus ook 1 hoeslaken voor geannuleerd. Want ik had een bijpassende kleur hoeslaken gekozen. Ik dacht dat er een vlieg zat. Bij die dekbedovertrek set. Nu heb ik inmiddels een andere besteld. Ik heb daar bij Fine to Sleep een hoeslaken besteld. Want die heeft gewoon de goede maten. Ja, dat duurt waarschijnlijk ook weer 1 tot 3 dagen. Ja, ik wist gewoon niet dat ik toch op zo'n korte termijn toch weer een geschikte dekbedovertrek set zou vinden. Dan heb ik er 2. Het is niet zo heel erg veel. Maar ja, voorlopig... is het voldoende, dan kan ik ze gewoon blijven wisselen. En dan kan ik altijd in de loop der tijd nog weer eens een keer wat bijkopen. Maar ik ben gewoon heel erg afhankelijk van de grote maten, de Lisimo maten. Dus dat is een beetje lastig. Ik ga zometeen even Utopia kijken. En dan ga ik in de reclame maar even afwassen, denk ik. Want dat moet ook nog gebeuren. En ik ga zo hier even een paar vliegen vermorselen. En ik moet de vlog nog editen en ook nog mijn artikel nog schrijven. Want er is vanmiddag weer weinig van terecht gekomen. Ik was een beetje aan het... ja, hoe zal ik het eens noemen? Bank hangen, internetten
ik was totaal niet bezig met de dingen die ik moest doen. Ik heb wel de video vanmiddag opgenomen, dus dat was wel heel tof. Dus dat is wel gelukt. Maar dat betekent dat ik vanavond nog vrij druk ben, maar dat geeft niet. De meeste programma's zijn nu herhalingen. Ik kijk dan even Utopia, GTST. Jongens, de laatste week. Ik vind het echt jammer, nu het spannend wordt. En dan kan ik daarna nog wel even wat doen, want de helft is herhalingen wat nu op tv is. Maar nu ga ik eerst nog eventjes lekker wat drinken en dan zometeen even Utopia kijken en afwassen. Een hele goede middag. Het is vandaag donderdag 6 juli en ik zit eigenlijk nu nog even op de bank. Ik heb ondertussen mijn spullen klaarstaan om mezelf te gaan opmaken. Ik had eigenlijk vandaag een afspraak die helaas niet doorgaat. Dus dat is een beetje jammer. En ik krijg straks sowieso nog bezoek. Maar goed, ik weet niet hoe laat. Voor de rest ga ik de woonkamer schoonmaken. Het is best wel warm. Het is volgens mij buiten 27 graden of zo. Dus ik heb een jurkje aan. Die jurkje is van de Action met deze mouwtjes zo. Die zit dan gewoon tot je knie, zeg maar, ongeveer. Dat is iets langer. Daar ben ik heel blij mee. Vind ik ook echt een heel leuk jurkje. Vandaag komt sowieso mijn dekbedovertrek binnen die ik heb besteld. Ik had nog een dekbedovertrek erbij besteld. Dan heb ik er twee tegen elkaar. Dat vind ik voorlopig even oké. En verder moet ik vandaag het pakketje ophalen. Maar eerst mijn eigen maar eens eventjes een beetje toonbaar maken. En dan ga ik wel zien verder wat de dag me gaat brengen. Inmiddels is mijn bezoek geweest en die is nu net weg. En ik heb mijn pakketje opgehaald van de Bijenkorf. Dus ik dacht misschien wel eventjes leuk om gewoon even te gaan unboxen met jullie. En ik heb ook mijn piercings binnengekregen. Dus dat ik ze ook gelijk even laten zien die ik had besteld. Ik ga hem even openmaken. Ik ben zelf ook wel heel erg benieuwd hoe dat eruit ziet. Met de bestelling en denk als je iets retour moet sturen. Hop, blijf staan. En dan is dit de set van Real Techniques die ik heb besteld. Hier zit in een medium shadow brush, een grease brush, een fineliner brush, shading brush, een lash separator en een brush cup. Dus deze, die kun je in zo'n... Ik hoor mensen op de achtergrond. Deze kun je dus in deze houder zetten. Dat is wel heel erg leuk. Dit is dus mijn allereerste Real Techniek basic set. Hier ben ik heel blij mee. En met de tijd ga ik dit gewoon aanvullen. Omdat ik gewoon over wil op Real Techniek. Ik weet nog niet of dat ik... Ik denk of ik ga hier een review over schrijven. Of ik ga er een first impression video van maken. Ik zal eventjes een poll doen in de video hierboven. Dus laat zeker even weten wat je leuk zou vinden. Maar hier ben ik dus heel blij mee. Dan ga ik nu even de piercings openmaken. Deze staat er niet op waarvan die is. Ik weet natuurlijk wel waar ik het besteld heb. Even kijken. Wat is dit voor leuks? Stickertje. Deze zijn van All Over Piercings. Daar heb ik staafjes besteld. Labretstaafjes. Ik wilde er weer bovenin wilde ik er graag eentje. En in mijn tragus wilde ik een andere. Dus ik heb twee staafjes. Ze zijn wel vrij kort. Dus ik hoop dat dat gaat passen. En daar heb ik dus ook twee balletjes bij. En deze hebben een soort regenboog effectje. Ik laat ze nog even inzetten omdat ze super klein zijn. Dat ik ze nog even ga kijken wanneer ik ze erin ga doen. Super leuk. Ik hou altijd van dat regenboog effect. Daar heb ik eigenlijk alles van. Dat glinstert zo leuk mee in de zon. Dan is dit envelopje leeg.
En dan maak ik deze even open. Dit is mijn nieuwe tongpiercing. Kaartje erbij. Altijd handig. Oh, dus met 10% korting op de volgende bestelling. Dat is altijd leuk. En dan is dit de piercing. Ik heb mijn regenboogpiercing gekocht. Ik vond hem wel leuk. Dan kan ik deze weer in mijn tong gaan doen. Dus dat ga ik straks gelijk doen. Hier ben ik wel heel blij mee. Ik ga zo even wat drinken en dan ga ik aan de schoonmaak. En dan ga ik ondertussen eventjes de camera aan de lader gooien, want die is bijna leeg. Inmiddels is het al avond en ik heb eigenlijk verder niet meer gevlogd omdat ik niet heel veel interessants meer heb gedaan. Ik heb vooral wat televisie gekeken, gegeten uiteraard, wat dingetjes op de laptop nog gedaan. Dat is het eigenlijk. Ik ga ook niet zo heel veel bijzonders meer doen eigenlijk vanavond. Gewoon nog een beetje bank hangen, een beetje relaxed op de bank. Vandaag ook niet helemaal lekker. Een beetje last van mijn buik en zo. Dus vooral rustig aan. Een hele goede middag op deze vrijdag 7 juli. Het is vandaag best wel een spannende dag voor mij. Alleen ik weet niet of ik jullie mag vertellen wat er te gebeuren staat. Ik heb namelijk een belangrijke afspraak. En ja, ik weet gewoon niet wat ik daar wel of wat ik daar niet over kan vertellen. Dus dat is een beetje lastig. In ieder geval ga ik mezelf nu even helemaal klaarmaken, zodat ik klaar ben voor de afspraak. Ja, en als ik jullie erover kan vertellen, dan horen jullie later in deze vlog meer daarover. Ik vind dit even heel erg lastig, omdat ik het gewoon echt totaal niet weet. En dat is best wel vervelend, omdat ik denk, ja, oké, het is... Ik wil het jullie heel graag vertellen en ik weet niet of dat het kan. Dus dat is een beetje een ding. Maar ik ga me nu gewoon even gauw klaarmaken en ja, dan zie ik jullie later weer. Net kwam mijn pakketje binnen. Dat heb ik jullie gisteren al verteld, dat ik een hoeslaken had besteld. Ik heb jullie verteld die vandaag binnen zou komen en die is dus net binnengekomen. En ik ga jullie even laten zien welke het is. Het is namelijk deze zwarte. Waarop dat ook al verteld dat ik een zwarte had besteld. Van de week hebben jullie ook al een antracietkleur gezien. En nu heb ik een zwarte. Dus nu heb ik gewoon twee tegen elkaar. En dan ben ik heel erg blij dat dit past bij mijn nieuwe dekbed overtrek. Inmiddels is het echt een heel stuk later. Ik praat ook wat harder. Want ik ben ondertussen nog even mijn eten aan het voorbereiden. Dus ik hoop dat jullie niet te veel last van hebben. Ik ben lekker gedoucht, ik zit op de bank en ik wilde jullie eigenlijk even vertellen over vandaag. Want ik hield het vanmorgen nogal vaag, er staat iets spannends te gebeuren. Ik wist niet of ik jullie er wat over kon vertellen. Maar ik kan jullie eigenlijk wel vertellen wat er vandaag is gebeurd. Ik ben namelijk een hele tijd geleden benaderd door een bedrijf die wel geïnteresseerd was in mijn YouTube kanaal, zeg maar, omdat ik best wel veel verschillende dingen doe. Ik vlog nu natuurlijk, ik maak ook gewone video's en daar wilden ze eigenlijk gewoon wat meer over weten. Dus die kwamen een interview doen en die hebben wat dingetjes gefilmd bij mij thuis voor een pilot gewoon. Ja, dat was gewoon heel erg leuk. Dat was heel erg tof om mee te maken. En toen ik van de week contact had, vroeg ze ook, vind je het leuk om met een YouTube-expert te praten? Dat was dan in Amsterdam. Nou, dat vond ik super tof. Dus dat was heel erg leuk. Dus ik zei, ja, dat lijkt me hartstikke leuk. Dus ik, dat is vandaag gebeurd. Ik ben vanmiddag dus ook naar Amsterdam geweest. En ik heb daar met, ik heb daar... Emee van der Pijl ontmoet en daar heb ik dus vragen aan kunnen stellen omtrent YouTube. We hebben even naar mijn kanaal gekeken. Ze gaf mij hele goede tips. Dat was echt super leuk. Ik heb een klein stukje met haar gevlogd. Dat zal ik ook even hierachter gaan plaatsen. En ik heb ook een ontwerp voor een nieuw logo gekregen. Daar ben ik heel erg blij mee. Het is een heel mooi logo geworden. Ik ga jullie dat ook even laten zien. Ik heb het namelijk hier op een groter scherm staan. Wacht even hoor. Ik heb hem... Dit wordt het nieuwe logo. Super tof.
En ze hebben hier ook al een voorbeeld gemaakt hoe dat er dan uitziet op Instagram en op YouTube. Dus binnenkort kunnen jullie dat logo gaan zien op mijn account. Echt super leuk, heel erg blij mee. Het leuke was ook dat ik ook nog een goodiebag heb gekregen van Siri Brugklas. Ik kijk dat altijd en dat wordt daar, hun doen dat, hun maken dat. Dus ik heb een goodiebag gehad, er zit ook een hele grote poster in. Ik ga even kijken of ik jullie straks de poster kan laten zien, want ik moet even kijken of ik dat goed kan doen. Maar ik ga jullie wel even laten zien, gewoon de goodiebag laten zien. Dit is de poster, die zal ik straks even laten zien. En ik kreeg dus heel erg leuk deze linnen tas met de tekst Brugklas erop. Super leuk. En ik ga even kijken hoor. Ik heb er nog een blikje in zitten. Die ik niet heb opgedronken. Heel erg leuk. Deze keycord zit daarin. Met ook de naam Brugklas erop. Super leuk. En ook nog een hele toffe pen met Brugklas erop. Dus echt super leuk. Ben ik heel erg blij mee. Vond ik heel erg leuk dat ik dat heb gekregen. Dus dat was eigenlijk een superleuke dag. Heel spannend, maar echt heel erg leuk. Nu ga ik zo even eten en Utopia kijken. En daarna natuurlijk klaar zitten voor de spannende finale van GTST. En ik zal straks eventjes de filmbeelden laten zien van de poster hoe die eruit ziet. Ik heb net een hele interessante les gehad van Emee. En ze heeft voor mij een heel mooi logo ontworpen. Wil jij het laten zien? Ja, dat is namelijk deze. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Ja, ja. Dus dat wordt mijn nieuwe logo voor mijn YouTube kanaal en ook mijn blog eigenlijk. Yeah. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Top. Ik had jullie nog beloofd om de poster van Brugklas te laten zien. Ik hoop dat jullie het zou kunnen zien. Het is een beetje donker, maar hij is echt mega groot. Nu gaat de kat erop. Ga eraf. Ik wil niet dat je erop gaat. Echt heel erg blij mee. Oh, drama, drama, drama. Een hele goede middag op deze zaterdag 8 juli. Zoals je kunt zien heb ik mezelf al even klaargemaakt. Het was echt hard nodig, want ik zag er net uit als een zombie. Ik wil het ook wel een beetje lijkachtig noemen, maar ja, het is weer een beetje grof. Dus laten we het maar vooral op de zombie houden. Maar gelukkig heb ik het gefixt door make-up aan te brengen. Ik sta even voor het raam, want er gebeurt hier echt van alles. Ik zal even kijken of jullie het kunnen zien. Kijk, hier staan. Volgens mij zie je dat niet. Hoe ga ik dit doen? Wacht even. Er staan hier mensen. En die. Ja. Nou, het is echt heel goed zichtbaar, dus weet ik niet. Ik weet nog niet zo goed hoe het inzoomen werkt. Die staan er eigenlijk al vanaf gisteravond dat ik thuis kwam. Toen stonden die mensen er al in van die hesjes. En nu staan ze er weer. Dus wat er aan de hand is, heb ik geen idee. Misschien is er iets van een evenement of zo waar ik niks van heb meegekregen. Ik zie ook mensen met fototoestellen, dus er is vast iets heel interessants, maar ik heb geen idee. Maar ik zit nu naar zo'n mannetje met zo'n geel hesje te kijken als ik op de bank zit. Ik heb net ook al even gestofzuigd. Moest ook even gebeuren. Ik wil straks sowieso mijn kwasten gaan schoonmaken, die zijn echt super vies. En dat is even een ding wat moet gebeuren. Ik wil even mijn nieuwe bedden goed gaan wassen. Zodat ik van de week, als ik samen met mijn zusje de slaapkamer ga opruimen en ook gelijk schoonmaken, dat ik ook weer vers beddengoed op mijn bed heb. Ik hou van een schoon bed. En ik ga straks eventjes op de slaapkamer met de laptop zitten, want ik heb de lijst met producten die het assortiment van Essence gaan verlaten inmiddels gezien. En ik ga dus even kijken wat voor producten ik daarvan nog heb liggen. En die ga ik apart leggen, want die moeten dus een beetje naar voren voor reviews. Dus ik neem jullie gewoon mee met de dingetjes die ik doe strakjes. Ik zit inmiddels nog even aan een colaatje, maar ik heb dode cola. Als ik iets heel vies vind, is het dode cola. Maar ja, ik vind het dan ook weer zonde om weg te gooien. Dus ik deel er gewoon mee en ik drink het gewoon op.
Dus ja, dat is eigenlijk een beetje wat ik wil gaan doen. Het is inmiddels 2:50. Het is ook al vrij laat. Maar dat komt ook. Ik werd ook echt laat wakker. De laatste tijd slaap ik echt super onrustig of zo. Dan word ik echt wel heel vroeg wakker. Het eerste wat je doet is dan toch even die telefoon erbij. Hè? Heb ik nog berichten gemist? Tenminste, ik doe dat. Dan sta ik eventjes naar het toilet. En dan wil je wel even gaan verder slapen. En dat lig je weer een poos te draaien en te woelen. En dan val je uiteindelijk in slaap. Dan val ik in een hele onrustige slaap. En dan word ik helemaal bezweet wakker. Echt dramatisch. Maar oké. Okay. Dat even terzijde. Ik ga in ieder geval eventjes wat drinken. En dan ga ik jullie straks gewoon erbij zetten bij de dingen die ik ga doen. Moment speel ik weer een ander spel. Dat is Paradise Bay. En dat is op zich best wel leuk. Want met Paradise Bay moet je ook van die opdrachten doen. Het lijkt een beetje op Hating. Wacht, ik ga hem even zo neerzetten. Mijn laptopvoet is helemaal stuk. Maar oké. Okay. De tablet is ook niet meer wat geweest is. Intussen zijn de katten, die zijn mijn boel een beetje aan het mollen, heb ik het idee. Nee, die zitten in een oude papierdoos. En dat mag op zich wel. Het laden duurt echt super lang. Oh, mijn geluid staat aan. Normaal heb ik mijn geluid niet aan. En nu zijn we een fate trust aan het doen. Dan kun je dus... Nu is het niet zo leuk, want je kunt stickers winnen. Dan moet je dus gewoon allerlei opdrachtjes doen. Dan kun je dingen winnen. We moeten wildlife tappen, dat zijn dus gewoon vlindertjes. Normaal heb ik de muziek uitstaan, maar ik heb straks YouTube-video's gekeken, dus nu staat hij aan. Ik vind dat echt onwijs irritant. Ik moet ook trade postorders doen. Ik ga gewoon heel veel weggooien, want deze vind ik allemaal te moeilijk. Maar als je Hede leuk vindt, dan vind je dit denk ik vast ook wel leuk. Deze kun je niet weggooien. Het zijn van die opdrachten die moeten. Het zijn dan ook echt van die moeilijke opdrachten. Maar mijn schuurtje is vol op mijn opslag. Nou, dit spel ben ik dus nu even aan het doen, terwijl ik eventjes een pauze hou en wat drink. En dan ga ik zo meteen richting de slaapkamer om de make-up te gaan uitzoeken wat uit het assortiment gaat. Inmiddels ben ik even in de slaapkamer gaan zitten, want ik ga sowieso nog even deze doos leegmaken met de make-up
van mijn favoriete video die ik eventjes gewoon nu mooi in mijn kasten ga opbergen. En ook gelijk dit doosje ga ik even leegmaken. En daarna ga ik de lijst van Essence bekijken welke producten ik apart moet leggen die eerder gereviewd moeten gaan worden. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hand. Said, baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. What does it mean, the Gaelic ink on your arm? Said, it's one of my friend's songs, do you wanna drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table while Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar, then put the van on the jukebox, got up to dance. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hand. Baby, I just wanna dance, my pretty little Galway girl. My pretty little Galway girl. You know she beat me at darts and then she beat me at pool, and then she kissed me like there was nobody else in the room. Lost orders were cool. She stood on the stool after dancing to Celie, singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet. A cappella in the bar using a fevery beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week. In this packed out room, swear she's singing to me. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hand. Said, baby, I just wanna dance, my pretty little Galway girl. Oké, de make-up van Essence is uitgezocht wat er allemaal uit het assortiment gaat. En jongens, ik heb daar echt nog zoveel van liggen. Ik heb natuurlijk al wel wat laten zien, maar er is nog veel meer bijgekomen. Dus ik zal het even laten zien hoe vol het doosje is. Serieus, dit gaat gewoon allemaal uit de collectie. Dus ik ga kijken wat ik hier nog van ga reviewen. Ik heb hier bijvoorbeeld nagelstempels die eruit gaan. Een 2-in-1 oogschaduw. De long-lasting eye pencils gaan een aantal kleuren eruit. Maar ook echt een heleboel kwasten. Dus ja, ik vind het echt heel erg jammer dat het zoveel is dit keer. Een hele goede middag op deze zondag 9 juli. Het is inmiddels al 2:50. Ik heb eigenlijk nog niet heel veel bijzonders gedaan. Ik heb net de kattenbak verschoond. En gestopzogen. Maar ik moet gewoon echt even een andere kattenbak gaan kopen. Want deze heeft echt de langste tijd gehad. Maar goed. Ik ga strakjes foto's maken. Ik ga nu natuurlijk heel veel van die producten gebruiken van Essence die ik gisteren heb uitgezocht die uit het assortiment gaan. Bij Catrice heb ik trouwens even een mail naar gestuurd of hun lijst ook nog online komt. Daar heb ik nog geen antwoord op gehad. Ik heb gisteren trouwens mijn nagels ook nog even gedaan. Mooi roze. Is niet lelijk, denk ik dan maar. En ja, ik wil alvast een begin maken met de artikelen die het assortiment gaan verlaten. Het bericht van Essence. En dat is heel veel werk, want dan moet ik heel veel ook bij elkaar gaan zetten. Dus daar kan ik gewoon een klein begin mee maken dat die deze week ook daadwerkelijk online gaat komen. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje wat ik wil gaan doen. Ik kom ten eerste grote klus. Producten uitzoeken die ik deze week weer ga fotograferen. Een hele goede middag. Het is vandaag maandag 10 juli. Ik heb zometeen een afspraak. Ik ben al helemaal klaar. Ik heb alleen nog geen schoenen aan, zeg maar. Ik heb dus straks een afspraak. Ik moet alleen nog even mijn lippen doen. En ja, ik zit nu nog even wat te drinken. Dus ja,
ik zit te wachten tot ik word opgehaald. En daarna even boodschapjes doen. Het is niet heel bijzonder, dus ik zie jullie strakjes. Ik ben inmiddels terug van de dingen die ik moest doen, van de afspraken en zo. En ik wilde jullie even mijn boodschapje laten zien. Ik heb allereerst toiletpapier gekocht, dus dat is niet zo heel bijzonder. En deze gewoon, wel altijd die. Ik ga de rest even daar laten zien, want het is hier een beetje donker. Dan kan ik het als ik gelijk even inruimen, dus gewoon even op de bank. Kunnen. Ik heb gekocht spinazie. Ik ben dol op spinazie. Ik vind het altijd best wel moeilijk voor mezelf. En groenten. Dus ik dacht spinazie. Boontjes. Een kipfiletje voor strakjes. Slaving voor morgen. Ik heb een aardappelschijfjes gekocht. Hé, de zak spinazie is al open, want ik vind hier een blaadje. Ik weet niet. Mini-frietjes heb ik gekocht. Dat vind ik altijd ook wel eens lekker om van te nemen. Dan heb ik van Kellogg's deze pure chocolade cornflakes. Die zitten gewoon stukjes met pure chocolade in. Die vind ik wel heel erg lekker. Chocomel. Ik heb 2 pakken gehaald. Ik vind het altijd best wel lastig van ja, hoe ik er helemaal mee rond ga komen. Frikandellen, een pakje, een klein flesje met olie, een groot zak met normale frieten, ik heb 2 kuipjes gehaald, ik ga morgen nog naar de Lidl, maar ik wist niet of ik nog genoeg had, maar ik had het eigenlijk nog staan, maar die zet ik gewoon in de kast, voor als ik een keer tekort kom, een shootje. En ik heb het SD Magazine gekocht. Ik was hier zo benieuwd naar. En ik vind het wel leuk om dit te gaan verzamelen. Ook wel leuk om te lezen gewoon. Ja, vind ik wel heel erg leuk. En ik zag hem in de supermarkt. Ik dacht, hé, die ga ik halen. Dus dat zijn eigenlijk alle dingen die ik heb gekocht. Ik ga het zo even opruimen. Dan ga ik even lekker douchen. Ik moet zo even de zakjes van het kattenvoer weggooien. En dan ga ik koken, straks nog even een blogpost schrijven en even een zwarte was aanzetten. Dat moet ook even gebeuren. Dat is eigenlijk wat ik ga doen. En vanavond Utopia kijken en het is maandag, dus Flikkergent, 3 afleveringen. Vind ik ook altijd super leuk. En het leuke is dat ik nu echt vanaf het begin kan kijken, omdat je nu natuurlijk geen GTS-T hebt. Vaak overloopt dat elkaar een beetje. Dus dat was eigenlijk alles. Ik heb ook de foldertjes. En die ga ik straks ook nog even kijken. Dus ik kan wel heel erg leuk foldertjes kijken. Dus ik ga alles even opruimen. En dan ga ik even mijn ding doen. We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell. Alive, no one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie, running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you did was wreck me. Yeah, you wreck. Een hele goede morgen op deze dinsdag 11 juli. Je hoort het goed, het is morgen. Het is 10:30. En ik heb 11:15 een afspraak. Dus ik moest al vroeg uit mijn bed. Al vroeg. Voor mij is het vroeg, want ik ben dus echt totaal geen ochtendmens. Ik kom ochtends gewoon niet op mijn best. Maar ja, goed, het is even anders. Ik word 11:00 opgehaald, dus ik moet even opschieten. Ik zat nog even vlogs te kijken en ik dacht, oh ja. Lekker handig. Maar niet uit. Ik moet mezelf nog even klaarmaken en zo.
Verder heb ik gisteravond eigenlijk nog heel veel belangrijke mails de deur uitgedaan. Ik heb verder gisteravond niet geklopt. Ik ben ondertussen mijn kwast aan het zoeken. Dat niet gelukt of zo. Dus ja. Dan is het weer wachten tot je tussen ons terugkrijgt daarop. Ik hoop één ding. Ik hoop niet dat als ik zometeen bij die afspraak ben, dat het puntje bepaaltje niet doorgaat. Dat heb ik al een paar keer gehad. Dat het dan op het laatste moment dat het ineens niet doorging, dat de persoon met wie ik een afspraak had niet aanwezig was. Daar word je echt zwaar pissig van. Dus ik hoop maar dat dat niet zo is. Ik moet de laptop ook meenemen, want ik moest wat opdrachten doen. En dat heb ik op de laptop gedaan, want anders moest ik het steeds gaan printen. Ja, dat is zonde van de inkt. Ik bedoel, printer inkt is ook niet gratis. Dus ik heb het op de laptop gedaan en die staat ook al gewoon al klaar. Dus ik ben verder, voor de rest op mezelf, nou ben ik ook al wel helemaal klaar. Ik moet zo nog wel even mijn enkelbandje pakken, want die ga ik gelijk ook even wegbrengen. Mijn enkelbandje is gebroken, volgens mij heb ik dat gisteren al verteld. Dat er een breukje in zat. Dus dat ga ik even doen. Dan zie ik jullie zo nog even. Kijk, dit is dus mijn enkelbandje. En dit stukje is gewoon hier afgebroken. Dat hoort hier aan. Dus volgens mij moeten ze dat solderen. Denk ik. En het sluitingje staat open. Dus misschien moet er ook een ander sluitingje op. Want die gaat los, zeg maar. Ja, even kijken wat ze daarmee kunnen doen. Inmiddels is het 4:15. Het is echt een stuk later dan wat ik jullie vanochtend zag. Ben namelijk naar de afspraak geweest. En ik ben ook nog eventjes naar de supermarkt geweest. Naar de Lidl, heb er nog dingetjes gehaald. En ik ben ook nog even op Zopchoplaat geweest. En even in het dorp. Ik heb mijn bril onder andere recht laten zetten. Heel fijn, dat het zo lang niet is gebeurd. Ik heb ook nog even een lipgloss gehaald. Die heb ik op de slaapkamer gelegd. Ik zal het even laten zien bij Lidl. Natuurlijk, want ik ben natuurlijk nog steeds aan het verzamelen voor de video. Maar elke keer hebben ze gewoon deze gewoon. Hij wordt gewoon elke keer zo niet aangevuld, lijkt het wel. Ik zal jullie gewoon even laten zien wat ik daar nog meer haalde. En dan ga ik zo nog even aan de schoonmaken, want ik heb ook nog niet gestopzuigd. Allereerst kocht ik deze lipgloss bij de Lidl. Verder hadden ze niet, dus ik denk, nou dan voeg ik die alvast toe. Dit is het nummer 13, Rich Montego. Het is een hele gewone lipgloss eigenlijk. Dan heb ik nog een paar andere dingetjes gekocht die hierin zitten. Ik was weer bij de Office Op Shop en dat is echt al super lang geleden. En dan kocht ik 3 highlightertjes. Bij Office Op is het natuurlijk altijd 3 voor zoveel euro. Ik kocht deze 3 kleuren. Allereerst deze. En dit is de Supernova. Dat is zo'n kleurtje. Ze zitten nu nog dicht gesield. Dus ik laat ze ook even dicht zitten. De Explosion. Kijk. Ja. Dat is die kleur. En deze. En dit is de kleur Big Bang. Binnenkort komen deze ook op de review hoor. Maar die heb ik dus gehaald. Kocht ik nog meer bij op een Zopshop. Oh ja, even een nieuw haarmasker. Ik heb altijd de haarmaskers van Dove. En bij de Office Op Shop kost zo'n pot maar 3 euro. En terwijl bij de lokale drogisterij betaal je echt al heel gauw 7 van Intense Repair. Ik heb er nog wel 1, maar nu heb ik gewoon weer altijd 1 staan. En ik kocht dit hele leuke paletje. Namelijk de Moody Moss. Dit is een Purple Passion Shade Eye Color Palette. Deze is best wel smal, maar ik vind hem echt leuk. En deze heeft dus echt van dit soort kleurtjes. Echt super tof. Dat was wat ik bij de Op Shop haalde. En ik haalde een surreplaatje. Dit is onder je, als je vlees aan het braden bent, kun je deze onder je pan zetten. Zodat het niet aanbrandt. Dat vind ik ook super handig. Die heb ik even gehaald. En volgens mij heb ik... Ik heb ook nog zegels voor pannen gekregen. Ik ben wel benieuwd wat voor pannen je hiervoor kan halen. Spaar het met zegelpannen met 60% korting. Oh, dat is wel super tof, hé. Koekenpan. Oh, super.
ik heb nu gewoon genoeg zegeltjes van kan. Hoe leuk is dit? Tot 23 juli in te leveren. Dat kan nog even. Ja, super tof. Kan ik weer even een pan halen, want ik heb er eigenlijk nog maar één. Dat zijn de dingetjes die ik eventjes heb gehaald. Nu ga ik de douche even schoonmaken en hier gelijk ook even stofzuigen. Was echt even nodig, maar ik moet jullie eventjes laten zien. Mijn nieuwe logo staat online. Zowel op YouTube als op mijn blog. Ik zal meestal even het YouTube kanaal laten zien. Die is zo geworden. Die staat er nu zo bij. En op mijn blog ziet hij er zo uit. Kijk hoe fris. Wacht, ik ga eventjes de gewone site nu pakken. Dit is nu klaar. Dit kan weg. Zo ziet dat eruit. Hoe leuk. Hoe verfrissend is dit. Ik ben hier echt super blij mee. En echt heel erg dankbaar voor dat dit gewoon speciaal voor mij is gemaakt. Dit was zo'n grote verrassing waar ik gewoon heel erg happy mee ben. Heel dankbaar ook. Want dit is natuurlijk ook een prachtig logo of als ik visitekaartjes wil ontwerpen om dit erop te zetten. Heel blij mee. Dus ook super leuk dat het nu online staat. Ik ga nu eventjes de douche schoonmaken. Daarna nog even een paar mailtjes versturen. En dan is het tijd om mijn viervoetjes zacht voer te geven. Want ze miauwen nu al. Maar ze moeten echt nog even wachten. Want het is nog te vroeg. Het is 3:50 bijna. Dus ik ga eerst eventjes de douche schoonmaken. En hier even stofzuigen. En dan krijgen ze eten. Inmiddels is het 9:15 en ben ik zelf bezig met de Leaving Soon lijst van Catrice, oftewel de producten die het assortiment gaan verlaten. Ondertussen kijk ik nog een beetje televisie, maar verder doe ik eigenlijk niet heel veel bijzonders of spannends meer. Dus ik ga bij deze ook de weekvlog afsluiten. Ik vond het zelf echt een super leuke week. Het hoogtepunt was natuurlijk echt afgelopen vrijdag. Wat heel bijzonder was. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Als je op de hoogte wilt blijven van mijn nieuwe vlogs en mijn andere video's, kun je gratis abonneren op mijn kanaal. Als je deze video leuk vond, doe vooral even je duimpje omhoog. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik je hopelijk weer bij de volgende video. Doeg!